We staan in een voormalig kerkgebouwtje dat in 1887 gebouwd werd door een groep mensen die de kerk te vrijzinnig vonden. Die gingen hun eigen evangelische vereniging starten en die heette vereniging Het Mosterdzaadje. Dat wist ik nooit, dat het Mosterdzaadje was, want ik ken het alleen vanaf kinds af aan, want ik woonde in Zandpoort aan de Kerkweg, als trappenfabriek van Schild. Dus het was hier altijd geluid van zaagmachines, bergen, zaagsel, planken, nou ja, het was een bouwval. Maar als kind liep ik zo naar school en ik keek altijd naar die ramen en toen dacht ik al, het moet iets heel moois geweest zijn, maar dat zie je nu niet meer. Nou, heel gek hoe later dan iets terugkomt. Het was 1981, 82. Toen moest deze fabriek gesaneerd. Er was geen opvolging meer en je kon ook niet meer binnen een woonwijk zo een herrie maken. En er moest dus, het werd te koop aangeboden. Nou, had ik een man en dat was een verzamelaar. Een verzamelaar van oldtimers en motorfietsen. Altijd aan het sleutelen, altijd aan het werk. Die dacht, nou, wij woonden iets verderop, dicht bij huis, een fijne werkplaats. Maar in diezelfde tijd bezochten wij ook huiskamerconcerten in Amsterdam. En dat was zo betoverend, dat vond hij ook hoor. Dus ik heb niet helemaal alleen mijn zin doorgedreven, maar het is het wel geworden. Een podium voor klassieke muziek, voor mensen die hier kunnen optreden. Nou ja, je begrijpt, dit was een bouwval. Mensen begrepen helemaal niet dat je hier iets van zou kunnen maken. Van, ik weet niet waar jullie mee bezig zijn, maar we hadden hulp van de buurt, van de buren daar, van de buren daar. De muren moesten afgebikt. Nou ja, het was echt een grote chaos. Je moest echt door alles heen kunnen kijken om dit op te willen knappen. Dat hebben we een jaar lang gedaan. Ongelooflijk, maar dan ben je, ik was 33, dat scheelt toch een stuk in vitaliteit wat je op een dag kan verzetten. En het is gewoon in 1983 mei gingen hier de deuren open voor het eerste concert. En dat hele concept wat we hier bedacht hadden, en dat was, we moeten iets bedenken. Ik had zelf nog kleine kinderen, waardoor je als gezin ergens heen kan zonder dat je een heel duur kaartje hoeft te kopen. Dat als het helemaal niet leuk is, dat je zo bij wijze van spreken weg kunt gaan. Of dat, mijn kinderen kregen de slappe lach bijvoorbeeld, dus dat is ook heel vervelend. Dus dat je gewoon door die zijdeur weer naar buiten kan, dat het klaar is. Dus wij dachten, geen entree, na afloop collecten en niet reserveren. En die vrijwillige bijdrage, dat is dus nog steeds het concept. Ja, en zo is het begonnen. Eigenlijk altijd hebben jullie daar een soort van visie voor gehad. Ja, de visie was eigenlijk muziek, het meemaken, het horen, het beleven van muzici die voor jou het beste uit zichzelf gaan halen. Echt, dat is zo bijzonder. Dat geeft een enorme, het slaat een enorme accu op. Dat hoor je ook aan iedereen. Het is echt, je komt in een heel andere wereld. Nou, dat is mijn visie, is dus dat moet een heleboel mensen kunnen meemaken. En gelukkig maken heel veel mensen dat mee. En muzici die zijn, vinden dit een heel fijne plek. Ik heb een wonderbaarlijk mooie vleugel. Echt, dat mensen helemaal verliefd alleen op de vleugel. Ja. Het is allemaal verworven hoor. Ik bedoel, dat we begonnen met een huurvleugel. Ja. Het fineer vanaf viel. In het begin uit, want we staan nu in een hele. Oh, in het begin. Bij de eerste concerten. Alles kwam van de vuilnisschuit eigenlijk en van de straat. Want we hadden niet nog deze stoelen. Die hebben we nog maar 30 jaar. Die komen van de Rabobank, die werden afgedankt. Maar daarvoor
haalden we gewoon alles van de vuilnisbakken wat mensen aanbrachten aan kleden, aan dingen. Nou, dat is nog steeds hoor, want deze grote kleed is ook van de straat. Banken, stoelen, alles is... gordijnen komen van de pastorie van de Rooms-Katholieke Kerk, weet je wel. Niks is nieuw, het is allemaal houtje touwtje. En eigenlijk is dat nog steeds een beetje zo. Dus daar gaat ook nergens geld heen voor nieuwe dingen op die manier. Wel voor de vleugel en op een gegeven moment hebben we verwarming erin kunnen zetten. Dat was heel belangrijk, want er stond daar een kolenkachel en dat was de houtkachel nog steeds, die er nog steeds staat. Nou, daar kon je dit niet tegenaan stoken. En sinds 1984, 85 is er een verwarming in en dat is noodzakelijk. Ja. En hoe ging het in het begin met dat idee in je hoofd van we gaan hier wat moois mee neerzetten op de woonkamer? Oh, nou, hoe ben je in het begin aan artiesten gekomen? Oh ja, nou, wij hadden in onze kennissenkring wel al veel mensen in de muziek. En ik had zelf les op conservatorium van iemand die moest afstuderen in het lesgeven. Dus ik was niet een hele goede blok. Ik speelde blokfluit. Ik was niet heel goed, maar zij gaf mij les voor haar opleiding. En via het conservatorium in Amsterdam, daar heb ik een briefje opgehangen. Ik heb een kerkje in Zandpoort, staat de vleugel en je kunt daar concert komen geven. Nou, dat is naast de groep die we al hadden als een sneeuwbal gaan rollen. Ik heb nooit gebrek gehad aan uitvoerende. Het is sterker nog, ik heb nu al voor het hele seizoen 24-25 een wachtlijst van zeker 100 mensen. En dan doe ik 2 concerten in de week. En vroeger deed ik nog wel eens 3 concerten in de week. Maar nou, dat kan gewoon niet. Ten eerste red je dat niet met het publiek. Ik bedoel, als je in de stad zou zitten, dan zou dat beter zijn. Maar je zit in een dorp, dus dat kan helemaal niet. En ik vind 2 concerten in de week zelf ook voldoende. Maar ik kan nagaan, dan heb ik zo'n 80 concerten in het jaar. En het was in 1 dag gevuld. Ik had gezegd, stuur je aanmelding 1 januari. En Dasha en ik hebben samen op 2 januari, op 3 januari... alles gedaan wat op 1 januari binnenkwam en het is vol. En ja. Nu elke dag komen er nog heel veel van, heb je nog een plek? Ik ben een beetje laat, heb je nog een plekje? En het zijn niet de eerste de beste, het zijn docenten van conservatoria die zich aanmelden. Uit het buitenland, echt mensen van grote naam. Maar dit zijn hun bijzondere concerten. En het is wat Dasha zei, je zit heel dicht bij het publiek. Niemand die hier komt omdat hij een abonnement heeft, weet je wel. Je hebt van die series op het concertgebouw zo, ja. Dan ga je heen, want dat heb je, stok achter de deur. Nou, hier is geen stok achter de deur, dus mensen komen echt vrijwillig hier naartoe. Ze kunnen alles verwachten, want het is vaak ook heel eigentijdse muziek. Maar ze durven het aan en... ook met het idee van, echt een beetje Hollands natuurlijk, je hoeft niet waar voor je geld te krijgen, want er is collecte na afloop. Ja, je mag zelf bepalen wat het is. Ja. Maar wat bijzonder dat ook internationale artiesten weten dus van dit plek. Die weten dat, nou ja, je weet zelf hoe klein de wereld is geworden met het internet. Ik heb vanaf 2000 een website en nou sindsdien is het... echt ook mond op mond van internationale muzici die het weer doorgeven. Als ik nu kijk wat er komt uit, eigenlijk overal vandaan. Het is, dat is hartstikke leuk. En ook uit heel Nederland. En denk ik, het is een zwaar beroep hoor, muzikus. Je reist je een end in de rondte en het is, ja... zoveel werk als ze hebben aan studeren en doen. Het is echt een... Ik heb heel groot hart voor muzici. En dat weten ze. En ik maak me heel erg warm voor ze.
probeer echt hun te pamperen en op de been te houden. Ja. Dus net de corona was een heel moeilijke tijd. Mensen waren brodeloos, echt aan rand van faillissement, op rand van omscholen. Nou, schrissen. Dus wij hebben toen ook alle gecancelde concerten, en het waren er zeker 50 wel, hebben we allemaal doorbetaald. Hebben we gewoon uit publiek kwam het initiatief van kunnen we niet een coronafonds maken. En daarmee hebben we eigenlijk alle muzici die afgezegd zijn toch kunnen doorbetalen. En we waren de enige in Nederland die aan de muzici hebben gedacht, dus die dat gedaan. En ik heb echt van professionals gehoord van nou, ze kregen de tranen van hun ogen, want we waren echt de enige die aan hun gedacht hadden, ja. Ik kijk terug op een heel echt iets wat ik helemaal voor ogen heb gehad. Dus dit is echt een heel, heel geslaagd project. Ik denk ook van, oh jee, ik moet natuurlijk op een gegeven moment, ga je fouten maken, weet ik veel. Je wordt broos en oud om me heen vallen, zoveel mensen ziek en dood neer. Dat je moet toch wel zorgen dat het doorgang heeft. Nou, dat heb ik in ieder geval. Ik weet zeker dat dit podium, dat is echt heel vitaal. Daar zit geen enkele manier in dat het niet zou kunnen voortbestaan. Alleen op de tijd van een ander. En dat moet dan Dasha doen. En het is een dagtaak eigenlijk. Dit draaiend houden is een dagtaak. En dat is een beetje, dat wordt het enige punt waar je denkt, oei, gaat ze dat zo doen? En dat denk ik niet. Maar dan wordt het misschien anders. En, maar goed, dit blijft een podium, sowieso. Nou, ik ben fluitiste en ik treed best veel op in het land. En ik merk gelijk als je fijne sfeer kan proeven in de zaal. En dat is zeker hier. Je krijgt altijd warm applaus van het publiek. En het is een hele gezellige zaal, hele gezellige ruimte. Je hebt het publiek heel dicht bij je, dus zorg je dat je mooi uitziet. En goed gaat optreden. Dat is een combinatie van en klanken, contact met muziek, met publiek. Schilderijen om je heen. En het is heel fijn om hier te kunnen optreden. Ja. En ik denk voor veel muzici die hier naartoe komen, vanuit Nederland, vanuit het buitenland, is altijd een hele aantrekkelijke plek voor concerten te geven. En publiek komt heel graag terug. Publiek komt niet alleen voor een bepaalde artiest of bekende componist. Nee, het publiek komt terug voor fijne sfeer. Die alleen hier in het mosterdzaadje in Zandpoort te proeven is. Ja, wat goed.